Wij gaan oppassen op kinderen. Ik heb daar zin in. Op 4 kinderen. En achterover. Ja! Ja! Enzo. Wie moet je lauwe verschonen, Myron of Enzo? Knol power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Moet nog even wakker worden. Even de slaapjes uit mijn ogen zo. Het is wel redelijk vroeg. We zijn in Assen. In het mooie, prachtige noorden. En we gaan hier iets heel erg leuks doen. Alleen het weer zit niet echt mee. Nee. En dat is wel heel erg jammer, want het is een buitenactiviteit. Alleen het regent. Daar zijn we niet zo blij mee. Nee. Dat is logisch. Maar we zijn er wel. We hebben onderweg eventjes ontbijt gehad. Lekker croissantje met jam. Ik heb al een lekker keizerbroodje op. Ik heb serieus de stoelverwarming aangehad. Ik heb het echt heel koud. Mogen we eindelijk weer een keertje show de boelen? Na al die tijd. En dan is dit het weer. Ik ga ze allemaal inmaken! Nee, dit is mijn eerste show de boel toernooi. Oh ja, als ik niet laatste word, dat zou goed zijn, hè? Ja. Het zou leuk zijn als we tegen elkaar moeten of met elkaar. Dat zou heel erg leuk zijn. Ja, we worden gewoon ingedeeld, dus we hebben geen idee hoe we moeten spelen of wat dan ook. Dus, wil je aanpakken alsjeblieft? Want? Ik zit achter het stuur en jij passagier. Nee, je bent niet aan het rijden. Wat moet ik daarmee? Ja, ik haalde hem ook bij jou weg. Ja. Voor de vogeltjes om ze te strikken. Dat is zo gemeen. En zitten ze hier zo over het raam van, oh, lekker croissantje. Dat is echt gemeen. Dat is wel echt gemeen, ja. Het was ook een grapje eigenlijk. Nou, gooi je het croissantje maar uit het raam. Voor de vogeltjes. Voor de vogeltjes. Loopt hoor, de professional. Ik ben er wel klaar voor, ja. Ja, dat zie ik aan jou. Zo'n strijdlustige pas. Laat je echt een strijdlustige pas eens zien. Zo aankomen lopen, hè. Jongens! Gaan jullie allemaal kapot! Die regen is wel echt vervelend. Ja, regen is... deze regen moeten we niet bij aanstellen. Oké. Okay. We zijn al begonnen. Echt niet. Grapje. Niet zonder mij, toch? Dat is een grapje. Prank. Daar komen ze aan, hè? Henk, daar komen ze aan. Ja, we gaan even gedag zeggen tegen opa en oma. Oh, kijk, opa zie je altijd al. Want opa is altijd heel sportief gekleed. Ja. Opa heeft echt altijd goede kleding aan, ook, hè? Klopt. Petje op, capuchon op. Ja, een beetje mijn kledingstijl. Ik heb kadetjes mee. Heb je kadetjes mee? Ja. Oh. En ja, soms dan kan je niet kiezen. Ik weet niet of kijkers dat ook hebben, maar vast wel. Toen ik altijd naar school ging fietsen nog, toen zat ik altijd te twijfelen. Zat ik te kijken van wat gaat het weer vandaag doen en wat moet ik aandoen. Goedemorgen allemaal. Oh, goedemorgen. Toen kon ik nooit kiezen van korte broek, lange broek. Maar je hebt ook een in-betweentje en die heb jij aan vandaag. Ja. Jij hebt een driekwart broek aan. Goeie keuze, oma. Ik hoop dat ik met jou samen moet, oma. Ja, ik heb 2 maanden niet geboekt. Oh, dus moeten we even inkomen? Ja. Nou, dat gaat, oma. Nee, kijk jij maar voor mij, oma. A few moments later. Vertel. Dames en heren, wat een weer. Het heeft echt keihard geregend. Het eerste potje. Oma, ik ben even aan het vloggen. Ja. En ik ben nu even de ballen aan het schoonspoelen. Ja, je moet goed zorgen voor de ballen. En het eerste potje heb ik verloren met 6-8. En het tweede potje heb ik gewonnen met 13-7. En dat is precies hetzelfde wat jij hebt gedaan. Jij hebt eentje gewonnen, eentje verloren. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh, als jij boven mij eindigt, hè. Oh, respect. Respect. Het is jouw eerste toernooi, hè, dit. Ja. Wel leuk, hè? Ja, superleuk. Mijn hele pet is doorweekt. Ja, dat zie je ook helemaal. Wie wil een kadet? Ik wou net zeggen, weet je waar tijd voor is? Een kadetje. Lekker. Een nette katet en een lekkere kadet. Er zit de kaas op. Oh, ja. Lekker hoor. Oei, oei, oei. Eén of twee? Muesli. 2 graag. Of nee, eentje, want ik heb ook een gehaktbal besteld. Nou, en er is ook soep, toch? Oh, lekker soepie, alles. Ik hoef er maar eentje. Dan nou, top. We gaan in ieder geval even lekker eten, even wat drinken. En dan, binnen. Binnen. Ja, ik ben de hele tijd al buiten. Zeg. Ja, kijk, zeg maar, elk potje kan maximaal 50 minuten duren. En het eerste potje wat ik speelde, werd afgefloten op 50 minuten.
En dan moet je hem uitspelen en toen had ik dus verloren. Dus ik had 50 minuten gespeeld. Het tweede potje nu hebben we ook alweer 40, 45 minuten ja. over gedaan. Dus ik heb echt twee hele lange potjes gehad. Dus ik vind het wel best. Ik ga even naar binnen. Even een kadetje eten en dan ga ik wel. Kijk dames en heren, dit is het leven. Dit is gewoon hoe ik mijn zondag voor me zie. Hè? Op de club, gezellig, soepje eten. Ja, eerste toernooitje van Marwen. Ik vind het leuk dat je lid bent ook. Ik kijk even mijn soep. Ik vind het echt leuk dat je lid bent, echt top. Echt lekker soep, hè? Ja, dat doen we komt. Ik kon niet beter wensen. Deze mag jij wel hebben, die boel. Kadetje? Ja. Die vind ik heel lekker. Ik zit er heen, dat vind ik echt. Oké, dan neem ik een kadetje van Marwen wel. Krenten en rozijnen. Krenten en rozijnen, dat vindt Marwen geen goede combinatie. Maar ik vind dat heel lekker, al helemaal van oma. Jawel. De volgende keer moet je ook je vinger omhoog steken als ze... Ik vroeg het vanochtend om 10 uur. Dan neem ik echt een gehaktbal. Echt serieus, ik vroeg geen gehaktbal. En nu denk ik, shit, ik had er al een gehaktbal. Ja, zie je, dat dacht ik al. Maar je kan straks vragen of er nog een gehaktbal over is. Maar ik wist het hoor. Ik dacht, ja, over een paar uurtjes heb ik zin in gehaktbal. En dat klopt helemaal. Nou, we gaan even lekker smikkelen. En dan straks het derde potje. En dan ben ik benieuwd waar Marwen en ik gaan eindigen. Marwen, het laatste potje. Zet hem op, hè? Ja. Ja? Zet ik hem ook op. Ik wil niet tegen Jannie. Jannie was net goed tegen jou. Ja, ik heb van Jannie verloren. Ja, ja daar komt ze aan. Oh. Shit. Nou, veel succes. Ik heb wel van Henk gewonnen. Jij moet nu tegen Henk. Oei, oei, oei. Zet hem op. Proost. Nou, ik ga ook de ballen erbij pakken. Ga ik mijn laatste potje spelen. Nou, we hebben allebei ons laatste potje gespeeld. En die hebben we allebei verloren. Nou, is dat niet even zonde? Dus we hebben twee potjes verloren, maar je hebt net als bij voetbal, heb je een doelsaldo, puntensaldo. Ja. Dus ik ben benieuwd wat uiteindelijk het puntenverschil is tussen ons en wie er uiteindelijk hoger is gekomen. Jij. Nee, ik denk jij. Nee. Jij hebt het laatste potje met 13-3 gewonnen. Verloren. Oh, verloren. Het laatste potje verloren, 13-3. Ja, dat is wel een dingetje. En maar... ik heb eentje gewonnen met 13-3. Dus dat zijn 10 punten. Oeh. En ik heb eentje verloren. Dus dat sta je eigenlijk gelijk. Want ik heb eentje verloren en eentje gewonnen. En ik heb eentje verloren met 13-9. Dus dat is min 4 punten. Min 4. 1 winst, min 4. Ja. Maar we gaan even opa bellen. En jij dan? Ja, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. 6-9 is maar 2 wij gaan eventjes opa bellen. want we zijn meteen ervan doorgegaan omdat wij gaan oppassen. Ja. Wij gaan oppassen op kinderen. Ik heb daar echt zin in. Op 4 kinderen. Nee, 3 denk ik. Oh, 3? Ja. Kan je dat wel aan? Ja hoor. Hey, ik ben benieuwd. Kan jij dat wel aan? Ja, dat vraag ik me af. Ik zei al, misschien moet je zelf luiers verschonen. Oi, 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 dat heb ik nog nooit gedaan. Nee? Nee, ik heb nog nooit... Nee, wie zijn luier moet ik verschonen dan? Ja, Shen misschien vroeger of zo. Nee joh, dat heb ik niet gedaan. Heb je wel eens gekeken hoor, of? Ik heb wel eens... Nee, ook niet. Nee, ja, ik heb ook? Dat wel... Tuurlijk wel. Denk je dat? Ik heb dat wel eens gezien. Ik heb dat wel eens gezien dat mama dat deed. Even op in de woonkamer, op de grond, op het kleed of zo. Ja, op het kleed, lekker. Ja, dat heb ik wel eens gezien. Maar verder is niet gekeken hoe dat allemaal precies gaat. Nee, ik heb nog nooit een luier verschoond. Hoe denk je dat het doet? Ja, gewoon weet ik veel. Gewoon de eerste met eerst de luier af. Ja. Dan met natte doekjes even schoonmaken. Ja. En dan zo'n poeder op mijn hand en dan zo'n pet. Voor de babybilletjes. Volgens mij ligt het er heel erg aan. Sommige ouders natte doekjes. En dan daarna gewoon een nieuwe luier. Ja, ja, dat is echt makkelijk. Ja. Maar sommigen doen inderdaad wel dat poeder. Omdat sommige kinderen overgevoelig zijn voor luiers. Omdat ze dan dat urine en zo zitten dan in. En worden helemaal van die... zijn ze gewoon allergisch voor. Dan krijgen ze van die luieruitslag. Ja. Zo noemen ze dat. En dan moet je van dat talpoeder gebruiken. Ja, dus ja, het gaat vast goed komen. En ik ben er ook niet bang voor. Nee? Ik ben niet bang voor poep. Nee, helemaal als met strons smijten. Maar het is wel heel vies. Maar... Ja, maar babypoep valt mee, vind ik altijd. Het stinkt wel, maar het is niet zo. Babypoep valt mee, weet je hoe erg het kan zijn? Ja, dat snap ik wel, maar het zijn niet keutels. Het zijn niet... Nee, het is allemaal vieze, natte stront. Ja, maar het is letterlijk van melk en dat soort dingen. Dus op zich valt het best mee wat een baby nou eet aan troep, zeg maar. Nou, het is, laten we eerlijk zijn, het is niet prettig. Nee. En ik denk dat als het je eigen kind is, dat je er nog minder moeite mee hebt dan dat je iemand anders kind is. Tuurlijk, sowieso. Ik ga even opa bellen en die weet hoeveelste ik ben geworden en hoeveelste Marion is geworden. Ja.
ben benieuwd. Hallo Enzo. Hallo oma. Hallo. Ik heb een vraagje. Hoeveelste ben ik geworden en hoeveelste is Myron geworden? Oh, dit zag ik in mijn opa vragen. Ja, jij bent 21 en Miron 23. Wow, wat dicht bij elkaar zeg. Ja, dat komt door die laatste. Ja, geweldig. Oh, oh, oh. Nou, en hoeveel mensen deden er mee? 35. Nou, niet eens laatste. Nee, dat is echt goed gedaan hoor. Nee, lang niet. Nee, dan moet je alles verliezen hè, met 13, 3, 4 en zo. En hoeveel? Dus het viel nog aan mee. Hoeveel zijn jullie geworden? Oma was 19e en ik geloof 27 of zo. Oh, dat komt echt door die laatste pot van oma dus. Ja, zeker, ja. Nou, dan zitten we allemaal een beetje in het midden. We zitten allemaal in de tweede helft, de tweede rijtje. Bij het gemiddelde. Dus dat heeft als voordeel dat het alleen maar beter kan. Precies. Ja, precies. Nou, ik vond het in ieder geval heel erg gezellig en we zien elkaar snel weer. Oké. Oké, adieu. Groeten en veel plezier in Oostenrijk. Yes, dankjewel, doei. Oké, doei. Ja, dames en heren, morgen gaan we naar Oostenrijk. Maar eerst even het oppassen overleven. Ja. Nou, hallo oppas is er. Hek open alsjeblieft. Dit wordt wat hoor. Ja, welke kant gaat het hek open? Wacht, laten we nog heel even. En nog één keer. 1, 2. Oké, let's go! Zo, zijn we dan hè? Hoe noemde je mij? Enzo? Nee, niet Enzo, nee. Wat is Papa het? Papa Enzo. Goed zo. Oh shit. Het wordt alleen vanmiddag wordt Papa Enzo, Mama Myron. Nee. Komt er dichtbij dan hè? Nee joh, gast. Wat is van vandaag? Van vandaag, wat een ellende op de Sjöderboelbaan man. Zo, ja, dat is van gisteren van het vissen, of niet? Gisteren, ja. Oh, ja, ik moet deze sowieso in de was gooien. Maar misschien komt er nog een beetje poep van Luciano bij, ik weet het niet. Hoe het dus zeg maar zit, dames en heren, is dat Shahid en Don, die gaan lekker lol maken. Wij gaan lol maken, gaan met leuke auto's dingen doen, sushi eten. Ja, jullie gaan echt gewoon lekker gek doen. Met allemaal supercars en auto's en dat soort dingen. En ja, Myron en ik die zijn dus papa en mama voor één dag. Of eigenlijk één middag. Ja. We gaan geen moment chill kunnen praten op camera. Het wordt de hele dag Enzo doorheen schreeuwen lullen. Ja, we hebben zo net al voordat we hier naar binnen gingen even... Ja. Even. Nee, maar komt goed. We gaan oppassen op Virginio. We gaan oppassen op Giovanni. We gaan oppassen op Milana. Hè, schatje? Ja, hè? Met je mooie krullen. Ga je kijken door je verkijker? Wat heb jij hier gemaakt, Milana? Een mooie tekening, hè? Heel gaaf. Oh nee, ik mag gewoon eerlijk zijn, hè? Want ik ben je vader niet. Jeetje, wat lelijk dit. Nee, maar grapje hoor, Milana. Je hebt mooi gemaakt. Je hebt mooi gemaakt. Maar Enzo. Echt super lelijk. De kleine ligt. Nee, het is mooi. Het is mooi. Heel mooi gemaakt. Heel mooi gemaakt. Dat is echt niet mooi. Dat is lelijk. Ja, het is heel mooi. Het is echt gaaf hoor. Nee. Ik vind het heel mooi. Hoi papa Enzo. Ja, het is echt mooi hoor. Het is echt mooi. Gaaf. Top. Nee, maar Enzo. Nee, dat kunnen niet veel mensen. Dat kunnen niet veel mensen. Maar. Nee, jij doet het. Verkeerd. Nee, je doet het verkeerd. Jij doet het zo. Ja. Je doet het verkeerd. Gekkie. Hey, maar zullen we even iets afspreken? Als jullie het niet gedragen, dan krijg je een corrigerende tik op je achterhoofd. Oké? Okay? Met eieren. Met eieren. Nee, zonder eieren. Lelijke dat, hè? Nee, maar zal ik eens één keer zo'n tikje voordoen? Ja, doe maar. Ja? Dan weet je in ieder geval als je misdraagt wat er gebeurt. Nee, maar nu weet ze het meteen, hè? Ze gewoon moet meteen... Hop. Maar de kleinste ligt op bed, hè? En die moet zo meteen een nieuwe luier hebben. Oh, dat meen je niet, hè? Ja, is dat zo? Ja, dus, ja, weet je wat het mooie is, dames en heren? Luciano ligt boven te slapen. En Sheet en Don gaan er vandoor. Maar ja, Milana, Giovanni en Virginio, die weten dat wij gaan oppassen... Luciano heeft geen idee, dus straks... Ik
Gaat pap nee, straks gaat pap Enzo naar boven. En dan ga ik zo boven het bedje van Lucia en dan zeg ik, hallo jongen. Hallo. Ja, dat wordt leuk. Nee, hij gaat niet huilen. Hij gaat niet huilen. Het belangrijkste weet ik al te vinden. Dat is hier zo. De snoepla. Jullie hebben al gewoon pepernoten. Jeetje mina, wie zijn idee was dat? Milana. Vind je dat lekker? Ja, pepernoten zijn wel lekker, dat moet ik toegeven. Maar hey, banaantjes. Een tennisbal. Oh, hier, wafels. Nou, dit komt helemaal goed. Oh, lekker snoepje. Ja, lekker. Oh, ik heb niks in. Ahaha, prank. Ja, als ik die snoepjes eet en ik heb ze leeg, dan doe ik ze gewoon weer terug. Want dan, ja, hè? Jammer. Oeps. Virginio, wat gaat hier mis? Ja, goed zo, wat wilde je doen? Jij eet een snoepje. En dat is goed, je mag een snoepje. Maar wat ga je met dat plastic papiertje doen? Wegleggen. Nee, in de prullenbak. Nee, niet in een gootsteen. Goed zo. Ja, in de prullenbak. In de prullenbak. Ja, ja, bijna. Nee, nee, Virginio. Dat is niet grappig. Ja, en dan... Goed zo, jongen. Hier, één punt voor Virginio. Wat deed jij dan net? Ja, ik leg hem terug, maar... Oh ja, we moeten ook nog op twee honden passen. Dit is één hond. Hey, niet die is een beetje bang voor mij, blijkbaar. Hoe heet ze dan? Daisy en Binky. Nee. Hoe heet ze dan? Deze heet Diva. Deze heet Diva. En Binky. Maar Milana is toch de Diva al hier? Nou, dit is Diva. En die andere heet? Binky. Binky? Binky Stinky. Waar is Stinky Winky dan? Binky. Oh, nou, één hond is al weg. Helemaal top, hè? Dat doen we goed. Oh, top. Je moet even in de jacuzzi kijken. Denk ik niet. Nee, maar dat gaat helemaal goed komen. Het is maar een paar uurtjes. En het is de Virginio Cup. Dat is te doen. Dat gaan we redden. Tuurlijk. Ja? Top. Kunnen wij. Kinderen. Ja? Jullie eten nu al snoep, dat is helemaal top, hè? Maar ik heb niks gegeten. Niks gegeten? Alleen brood. Weet je waar tijd voor is? Een appel. Ja? Zal ik even appeltjes schillen? Ja. En een appel en een peer en een hey, Virginio. Appel en een peer en een mandarijn. Nee, maar even serieus. Zal ik even appeltjes schillen en dan even in zo'n bakje? Weet je wel, dat zie ik altijd. En dan zie ik altijd, dat ga ik ook doen natuurlijk. Maar ik zie voor iedereen één appel gek. Gewoon ik zie stukje. Altijd dat kleine kinderen bakjes met... hoe heet dat? Met... Oh. Ja, die moet je snel snijden. Hey, een appelsburger. Ja. Nee, maar ik zie altijd dat kleine kinderen van die bakjes krijgen met geschilde appeltjes. Vind jij toch ook nog steeds ja, lekker? Ja, dat zou ik in de hele video nog steeds. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt ook echt. Gino, waar zijn de bakjes? Gast, hoeveel broodtrommels heb je? Hé! Hey! Ja, die is voor mij, die is voor mij. Hé, hey, dat is top, hè? Die gaan we gebruiken. Die is voor mij. Even kijken, ik heb een snijplank nodig. Nee joh. Hey! Kiel! Allebei! Hey, snijplank hoeft niet. Snijplank hoeft niet? Nee, dat doen wij nooit. Nee, doen jullie dat nooit? Oké. Okay. En een mesje, ik kom er vanaf Giovanni. Er vanaf. Had ik bijna de eerste corrigerende tik uitgedeeld. Nee, maar die tik is niet zo hard. Dat viel mee, hè, Gino? Ja. Maar hij heeft een extra scheet in zijn hoofd. Oké, nu staan we kiet. Ja! Waar is het bestek? Jongens, jullie helpen nog niet echt. Dit is een snoepla. Hier, man. Hier, en dan zit een extra la. Oh, verstopt. Dat is voor de kinderen. Wow, die is vet inderdaad. Kijk. Hoppakee. Boeit me niet, Milana. Enzo, als je jou niet Enzo. Laat maar zien. Zo, heb je er nog mee opgeplakt? Gaaf hoor. Dat is eigenlijk om een ketting te maken. Echt heel mooi. Dat is eigenlijk voor ketting te maken. Dat is echt heel mooi. Ik maak het nog veel mooier. Oh, goed zo. Heel mooi, Milana. Veel lelijker. Ga maar door, goed zo. Dan heel creatief word je dan. Want jou van je geld. Ja, je kan het verkopen online, tekening. Ja, maar even serieus, ik zit nu niet te schillen voor Jan met de korte achternaam, toch? Ja, papa en ze zijn al... Je hebt al die klever zo. Nice. Nee, deze van mij. Ik ben appels aan het snijden. Ik ben appels aan het schillen. Ja, en ik heb ook al een bakje. Hij is echt gevaarlijk, hè? Gio.
Ik neem mijn taak heel serieus. Wat nou nog steeds? Is er iemand die geen schil lust op sappel? Ik lust geen schil. Ik ook niet. Nee, je bent zelf al schil. Ja. Kijk, je volgens mij. Schil, schil, schil. En je bent de appel. Kijk, deze had je eigenlijk in het begin moeten gebruiken. Ja, inderdaad. Dan gaat het klokhuis eruit. Wat? Dat heb ik nog nooit gezien, weet je dat? Echt niet? Heb je dit nog nooit gezien? Nee. Oh mijn god. Wat is dit? Hé, de top is wow. Heb je dat echt nog nooit gezien? Ik heb dit nog nooit gezien. Oh mijn god. Heerlijk. Oké, okay, let's go. Ja. Dan gaan we jullie achterlaten met de thermokinder. Zal het gaan? Zal het lukken? Hoe doe je dit uit? En zo. Precies voor jou. Je moet niet je vinger, zeg maar, aan... Ben je al gek? Hoe haal je dit er weer uit dan? Kijk. Hé, hey, jongens, rustig. Nee, ik wil deze. Nee, hoe ze iets zou zeggen, pak je rust. Pak je rust. Jongens, ja. Pak je rust. Kijk, ik heb een idee hoe het eruit. Nee, pas op. Dat is heet. Ik heb een idee hoe het eruit houdt. Nou, jullie vermaken jullie dat niet. Sowieso. Ja. Oh, dat is kom, let's go, Tom. Laten we naar. Nou, succes. Ja, later. Succes. Je moet deze gewoon weer. Oh ja, tuurlijk. Ja, oh. Jemig. Ik ga voor kinderen zorgen. Hé, hey, rustig aan, hè. Later. Doei. Gio die gaf een hele goede tip, want ik kreeg dit er niet uit. En Gio die zei van, ja, wat nou als je het nog een keer doet? Dat is super slim. Ja, maar ja, heb je wel weer een appel verpest. Die ga je niet ook nog schillen, toch? Jawel. Kijk. Hier, hoppakee. Zal ik nu die schoonmaken? Ja, is goed. We kunnen ook in de jacuzzi. Dat vind ik een heel goed idee. Maar mag ik vragen waarom jij op de aanrecht zit? En zo. Waarom doe je dat? Dat ze niet goed is bij de hoofd. Nee, dat zeg je niet over je zusje. Dat mag niet. Jawel. En zo, kijk. Maar Milana, die sticker op die appel, dat is een ritueel. Dat moet je op je voorhoofd hebben. Nee! Dat doet Enzo altijd. Hier, kijk. Alsjeblieft. Ik wil het doen. Wat wil jij doen dan? Nee, dat is gevaarlijk. Ah. Kijk, doe maar samen, oké? Nee, ik wil het zelf doen. Oké, probeer het maar zelf dan. Maar pas op, want dit is scherp, oké? Dus wat je dan doet, is pak hem maar beet. Zet hij maar op. En dan moet je nu hard drukken, met beide handen. Ja? Kijk uit dat die appel niet wegschiet, hè? Ja, ik heb hem vast. Goed zo, harder. Oh, zijn eigen. Nog harder. Hier vastpakken, ja, goed zo. Ik kan ze niet zo goed slaan. Nog iets harder? Ja, dat kan ze wel. Goed zo, ja. Ja, jij nog iets verder? Ietsjes verder? Alle pannenkoeken nog. Kom, ik ga je helpen. Ietsjes verder, druk maar, duw maar. Zo! Zo hij! Hoppakee. We hebben samen goed gedaan, hè? Kan je doorheen kijken? Wat zie je? Zo, hé, hey, Milana, hoe is het daar? Hé! Hey. Zo! Hoe is het daar? En zo! Hoi, mij hoor! Hoi! Hoi, appelschil! Hoi, appelschil! Je ziet wel een beetje schil, hè, door die appel. Snap je? Appel! Oké, maar even serieus. Ik heb hier een bakje, die is voor jou. Alsjeblieft. Ik heb hier nog een bakje. Jij moet ook eten, Virginia. Goed zo. Nee, maar dit is toch een goed begin. Dit is niet normaal. Vitamintjes. En je knol, heb jij mij? En de knol. Ja, klopt. Ze denken dat je echt zo heet. Je heet ook echt Enzo, maar niet Enzo Knol. Hier, Milana, pak maar een bakje voor jezelf. Hier, Virginio, deze is voor jou. Is die geen kapje? Jawel, moet hem opeten. Grappig, haha. Ik ben al zo lang bezig dat dat bruin begint te worden. Ja. Hé, hey, maar wat vinden jullie ervan dat wij op jullie gaan passen vanmiddag? Zal ik straks met kleren en al in het zwembad springen? Ja! Ja! Kijk. Je hebt geen extra kleren bij je toch? Dit is voor jou, Milana. Extra kleren is van meer! Als jullie, serieus, dit is even een afspraak. Als jullie alle drie je bakje helemaal leeg eten van de appel, spring ik straks met kleren in het zwembad, oké? Okay? Ja! En zo! Moet je het wel helemaal opeten, goed? Is van meer! En niet weggooien! Nee, de schil ook. Jawel, dat kan gewoon. Je kan gewoon de schil opeten, dat is gezond. Oké, ik heb hulp nodig van Milana met bakken. Ik wil graag 150 ml water. Ik wil. En jij mag ergens anders helpen. 150 ml, kan je dat? Hoeveel dan?
koken. Wel koken! En koken. Bijna helemaal vol. Ja, bijna. Laat eens kijken of dat 150 ml water is. Virginia wil helpen jou. Nee. Ze horen het gewoon niet. Heb je te veel? Het is te veel. Wie hoort het dan? Kijk eens hier. Hier staat de 150. Zie je dat hier? Ja. 150. Wat? Daar moet hij op. Hoor je dat je schiet? Jawel. Gooi maar wat uit. Wij hebben wentetevens. Ga maar kijken nu. Bijna. Nog een beetje eruit. Nog meer. Nee, wel wat meer. Doe maar een goede scheut eruit. Oei, een klein beetje erbij. Moet er een beetje bij. Doe er maar onder. Klein beetje erbij. Oh, is er weer te veel? Als je hem hier neerzet? Nee, ik moet eens kijken hoe goed ze dit gedaan heeft. Doe maar in deze kom, Ilana. Nee! Laat me Lana maar doen. Jij mag straks mixen. Leuk. Gooi maar hierin. Ik kan niet mixen. Hoppakee. Nou, stap 1 is gedaan hoor, voor het bakken. Ja. Doe maar meteen op... Niet de pinnetje. Kijk eens, goed bezig hoor. Dit gaat helemaal top, dames en heren. Dit gaat helemaal top. En zo, weet je wat wij ook doen? Nou? We mengen een klein stukje van dat. We mengen ook op de bodem. En de zijkantjes. Kijk eens daar. En zo, kom op de trap. Je moet je werk wel serieus nemen, hè, Virginio? Over de bodem. Ja. Verder over de bodem, zo. Wil je die even laten zien? Harder. Mooi hoor. Het zijn chocolaatjes, hè? Ja, kom op de bodem. Je vast een pointje. Ja, klaar. Hoppa. Willen jullie dit nu aflikken? Dit. Ja, dat dacht ik. Ja, dat is lekker, hè? Dat vind ik ook altijd lekker. Oh. Meestal zit er meer op bij ons. Is dat zo? Ja. Oh, als dips hem nog even erin. Oh. Kijk, je gaat lekker. Ik vind het juist lekker. Het blijft lekker, pas op. Snel likken. Zo. Gelukkig gaat het om mijn hand. Maar Milana, wil je die vormpjes of wil je deze? Die zijn toch mooier? Lekker likken, joh. Ai, oh, heb je het op je neus gesmeerd? Eww, wat heb je? Dat is een wesp, gast. Waarom heb je een wespbeet? Dat was tampo. Echt? Gooi maar weer naar buiten. Nee, buiten. Giovanni, wil je nog helpen? Ja. Ja, iedereen die gaat een beetje helpen voor deze lekkere cake. Kijk, jij mag dit hierin doen. Met de kleurtjes. Kijk, zo helpen we allemaal mee. Mag jij de chocolaatjes? Waarom help jij dan niet mee? Ja, ik film. Dus eigenlijk help je een soort van. Ja, een soort van help ik. Ik leg het allemaal op video. Oh, lekker hè. Gooi maar daarin. Grootsteen. Zo, chocolaatjes erbij. Chocolaatjes erin. Oh nee, jij hebt al geen chocolaatjes hè, Giovanni. We moeten even wat apart houden. Wat heeft hierin gezeten? Die bakjes. Oh ja. Ja, die bakjes. Zo, goeie Milana. Scherp hoor. Oh ja. Hier, kijk, Giovanni doet de bakjes erin. Nog niet roeren. Lekker hè? Ja, straks. Heerlijk. Kijk, als je eerst even hier wat beslag uit schept voor een paar kleintjes voor jezelf. En jij doet toch ook zo mee? Klopt. Ik heb er ook een. Ja? Cool. Huh, wat heb je hier? Je een lepel. Nou, Giovanni gaat eerst zonder chocola doen. Goed zo. Zo, kijk eens even hoe die netjes die dat doet. Hier, hoppakee. Toppetje. Lekker hoor. Hij doet het altijd. Hij kan zelf met mij taart maken. Serieus? Ja. Goed zeg. Pardon. En pardon. 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 Pardon, zeg ik dan. Pardon. Doe je netjes hoor, Giovanni. Er zit er nog één, hè, Virginio. Wie heeft zijn kauwgom hier op de aarde gelegd? Godver. Oh, die is dus van Virginio. Oké, dan weten we ook van wie de kauwgom is. Hij doet hem ook zo in zijn mond.
Alek. Als op de grond viel, dan kan ik hem nog opgegeten. Echt waar? Ja, de grond is wel schoon hier, dat scheelt. Ja, dat doe je knap met twee lepels zo balanceren. Lekker. Mag ik ook even een veegje? Zo even een likje? Een veegje? Ja, zo aan de onderkant. Oh, lekker hoor. Dat ga ik eten. Nou jongens, hebben jullie goed gedaan hoor. Ja, dat hebben jullie heel goed gedaan. Lekker hè? Oeh. Zo meteen wordt het nog lekkerder. Ja, dat is leuk. Chocolade erin. Je houdt ook van cakejes hè? Ja, super lekker. Net zoals wat ik bij hebben jullie goed gedaan? Deed. Lepel lekker aflikken. Heerlijk. Hier, je zit nog netjes of Giovanni? Ja, jullie namen. Oké, okay, Giovanni doet het in de oven. En ik. Ja, staat er gewoon in op de onderkant. Dan is het heen. Hoppakee. Lekker hoor, hoe lang moet ze erin? En zo. Even kijken. Ik denk dat je hem er nog eraf halen, hè? Ja. Ja, Marvin. 15 tot 20 minuten. 15 tot 20 minuten. Hoe gaan we hier... Nee, je moet nog even niet vallen. Wacht, doe dat straks maar als Marvin naast je staat. Nee joh, gek. Hey, kom hier met mijn sleutels. Virginio, geef me sleutels. Virginio, ga je al pakken. Geef me sleutels. Ja, goed zo. Laat maar daar liggen. Hoe lang moet de 15 tot 20 minuten? Hier kan het staan, yes. Oh, nice. Andere oogjes is altijd lastig, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik heb je. Kom maar mee. En zo komt het. Hoppakee. Zo, nu kan je niet meer vallen. Oh, moet ik hier tussendoor? Ja. Wow, jeetje. Ik viel hier bijna vanaf, joh. Ja, kijk dan. Ja, dan moet je de camera wegdoen. Jeetje. Nou, daar zijn we. Wie kan er een trucje? Ik. Ja, nou, laat eerst maar Milana zien. Wat kan je voor trucje? Laat maar zien. Dan trek ik mijn schoenen uit. 1, 2. Zo, gewoon een salto. Wat goed. En jij, Virginio? Laat maar zien. Wat kan jij? Even kijken, let op. Ook een salto. Oké, okay, en wat kan Giovanni? Even kijken. Wat kan jij, Giovanni? Laat maar zien. Ook een salto. Hij kan ook staan. Jullie kunnen al... Nou, probeer eens staan dan. Oké, okay, Giovanni gaat eerst laten zien hoe hij een salto doet en weer staat. Ja! Oh! Iets te ver door. Zal ik hem achterover doen? Hoppa! Kan je achterover? Nee. Maar ik kan ook over. Oh ja, hey. Dan kan je achterover leren. Ja! Ja? 3, 2, 1 en achterover. Hey! Hoppakee! Nog een keer? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dit was al goed hoor. Hij is in ieder geval niet bang. Nee. Dat goed. Maar jullie moeten dat tellen even samen oefenen, want dat ging niet helemaal goed. Ja, hij zei 2, ik zei 3. Ja. Oké, okay, ja, we gaan even springen. Nee, Enzo gaat zelf tellen. Oké. Okay. 3, 2, 1. En achterover. Hey! Lekker hoor. Kijk, nu krijg je in ieder geval een beetje het gevoel van dat je achterover gaat. Ja. En dan uiteindelijk dan is je niet meer bang voor dat gevoel en dan doe je het gewoon zelf. Hebben. Jij achterover? Ja. Serieus? Ja, tuurlijk. Ja, dat okay, kan ze wel. Ja? Ja? Dan pak ik jou vast en bij 3 moet je achterover, ja? Ja. Oké, okay, gaan we eens mee springen? Ja? Oké. Okay. Nou, wacht even. Oké. Okay. 3, 2, 1. Hey. Achterover. En dan moeten we tros hebben. Heb jij Virginio? En zo, ja? Ik kijk. Oké, okay, Virginio kan voorover, maar nu ga ik ook achterover. Dat heeft iedereen achterover gedaan. Kom hier, Virginio. Oké, okay, dan hetzelfde bij Giovanni en bij je zusje. Bij 3, 2, 1 en dan gaan we achterover, ja? Oké, okay, gaan we eerst springen. Oké, okay. 3, 2, 1 en achterover. Hij is alleen maar aan het lachen. Ik kom weer. Ja, maar... Ik denk serieus dat we Giovanni nu kunnen leren. Ja, dat denk ik ook. En dat hij het gewoon zelf kan. En nu. Oh, die ging al te ver. Ja, dat was goed. Die was echt goed. Ja, dat was heel mooi. Oké, okay, eerst springen. Oké. Okay. 3, 2, 1. En naar achter. Ja, goed. Goed, goed. Ik deed veel minder dan net. Ja, nachtje. Je moet meer naar achter springen. Zeg maar meer draaien al. Ja? Ja? 3, 2, 1. Nou, je sprong wel
ik zou inderdaad in het zwembad springen met mijn kleren aan. Nog een keer. Maar we gaan eerst nog een keer. Ja? Oké, laat mij aftellen. 3, 2, 1 en dan springen, ja? Oké, springen. 3, 2, 1 en nu. Achterover. Oh, dat was echt goed. Ik deed bijna niks. Ik gaf een klein tikje aan je benen, de rest deed je het zelf. Oké, weer springen. Oké, 3, 2, 1 en nu. Achterover. Ja! Oh! Ik deed bijna niks. Ik deed bijna helemaal zelf. Serieus. Springen. Ik had nog een lijn. 3, 2, 1 en nu. Achterover. Ja. Ja. Je kan het zelf. 2, 1 en spring. Achterover. Ja. Zie, hij had alleen je arm vast. Ja. Oké. Okay. Springen. 3, 2, 1 en achterover. Achterover. Ja. Ja. High five, door het net. High five. High five, high five. Oké, okay, eerst springen. Oké, 3, 2, 1. En achterover, achterover. Ach, ik hield bijna geen arm vast. Lekker, man. Nu ga je en zo. Lekker. Oké, we gaan zwemmen en dan gaan we vanmiddag weer proberen, ja? Gaan we naar Luciano? Hey, Luciano. Hey. Wie is dat? Hallo, Luciano. Hallo. Alles goed? Ja? Heb je lekker geslapen? Climber. Hey. Gaan we eruit? En zo zit het zo frisbee. Kom maar. Uit. We gaan eerst zwemmen. En zo zit het zo frisbee. Kan je het ook backflip leren, ja? Ja. Zo zit. Boot. Kijk. Ja, stad. Wat is Luciano, New York? Heb je lekker geslapen? Ja. Ja, goed zo. Oh, waar is dan de hoogste toren? Het is gewoon een luier. Wat is de hoogste toren? Nee. Heb je gepoept, Luciano? Deze, Gio. Heb je gepoept? Nee. En zo, dit zijn toch de hoogste torens? En dit waren toch de hoogste... Oh nee, laat maar. Ja, heb je gepoept, Luciano? Ja. Ja. Luciano heeft gepoept, en hè? Zo. Ga jij dit doen, Myron? Wat jij wil. Als jij graag wil doen, dan doe ik het. Doe jij het. Enzo. Wie moet je lui weer verschonen? Myron of Enzo? Ik of Myron? Kijk. Oh, hij wijst naar mij. Moet ik je lui weer verschonen? Nee? Kom maar, ik doe het wel. Ja, doe het mij wel. Nee, ik kan het wel. Daar kom ik echt goed vanaf. Ja, echt wel. Je hebt helemaal niet gepoept. Nee. Je hebt helemaal niet gepoept. Je hebt helemaal niet gepoept. Je moet wel zwemluier aan, toch? Ja. Ja. En zo. Ja. Frisbee je zo, na het zwemmen? Hé, je hebt gewoon een frisbee van Knolpower. Wist je dat nog niet? Ja. Ik laat zien toen de eerste keer. Ja. Oh, sorry. Nou, Virginio gaat laten zien hoe goed hij kan frisbeeën. Buiten van hier. Ja, wat je wil, doe maar hier. Oké, dat was niet heel goed. Dat is beter. Ja, dat was niet heel goed. Misschien is buiten beter inderdaad. Ik kom er zo aan. Kom nu. Ja, even wachten op Luciano. Oh, kijk, daar is die. Hallo. Hallo. Hij wil er weer ook mee in het zwembad. Oh, dat snap ik. Hé, hey, zit jij er al in? Kom maar. Zo, het is hier ook weer lekker warm, hé. Blazen. Ga je ook opblazen? Je moet eerst even de bandjes opblazen. Ja. Zo, deze is vol. En toch ga je ook met je schoenen? Nee. Ik ga toch niet met je schoenen? Hé! Hey. Zo, Marja werd helemaal nat. Ja. Hier, kom maar, hij zit vol. Ga je ook met je schoenen, Enzo? Krijg je hand erin? Nee. Oh, nu ben ik al aan. Ja, ik ook. Kijk, dan ga ik nu opblazen. Maar zo is goed, hè? En zo ga je ook niet met je schoenen erin, hè? Jawel. Echt. Oké, dit is één. Kan je die andere ook pakken, Milana? Dan blaas ik die op. Oké, nu kan je erin springen. Ja, joh. Kom maar. Ga je erin springen? Ja. Doe maar. Wat ben je aan het doen? Hé, hey, joh, wat ben je aan het doen? Hé, hey, joh. Hé, hey, joh. Wat ben je aan het doen? Maak je me helemaal nat. Maak je me helemaal nat. Hé, hey, wat gaan wij doen, Giovanni? We gaan mijn kleren en al, hè? Met je schoenen. Tuurlijk. Heb
heb je extra schoenen bij? Nee, maar ik zou met kleren en al erin gaan, dus dan ga ik dat doen ook. Nee, niet met zo'n schoenen, wat doen we? Oh, Milana, pas op. Dat doen wij altijd. Luciano is iedereen nat aan het maken. Doe maar bommetje. Oh, goed zo. Mooi bommetje. Hé joh, wat doe je? Wat doe je? Ik zal je alvast een waarschuwing geven. Luciano is iedereen aan het nat maken. Oh shit. En zij nu ook. Ga je erin springen? Ja? Oh, oh, met kleren en al. Ga je mij duwen? Wil je dat graag? Zwembroek aan. Wat ga je doen? Ga je springen? Ja, dat is echt mooi om te zien, want Luciano kent geen angst. Dat is echt super vet. Ga je nog een keer springen? Wee! Goed zo. Hij kan zelf zwemmen. Ja, is echt knap hoor. Kijk dan, hij is gewoon een beetje zelf aan het zwemmen. Ik heb dit geleerd. Ja, heb jij hem geleerd, hè? Ja. Ja, super goed. Kijk dan. Klimmen. Hoppa. Zo, auw, mijn knie. Oh. En wat gebeurt hier buiten? Even kijken hoor. Zo, jullie zitten lekker in de jacuzzi, hè? Mag ik erbij? Ja. Zo. Oh, lekker hoor. Lekker warm, hè? Zo, dit is echt lekker warm. Dan moet je nou eens kijken, joh. De zon is gewoon aan het schijnen in één keer. Mooi ook. Oh, op dit is lekker, hè? Op dit. Zo. Nee, niet op de stokjes staan. Oh, sorry. Ben je de stokjes aan het opduiken? Ik ben Gino. Oh, ben jij dat aan het opduiken? Oh, Gino doet even het jacuzzi aan. Hé, Luciano. Zo, lekker in de jacuzzi. Oh, lekker. Hey, maar ik wil niet veel zeggen, maar het oppassen, dat gaat helemaal super zo. Gaat prima zo. Ja, en zo met dat je geleerd bijna. Ja, joh. Oh, de stokjes. Oh, wat heerlijk dit. Ik heb geen idee hoe lekker warm de jacuzzi is. Oh, dat is ook de bedoeling van de jacuzzi natuurlijk. Ik ga
Maar dit is wel heel chill. Myron die heeft heel slim, voordat we gingen zwemmen, nog even de cakejes uit de oven gehaald. Dus straks als we klaar zijn met zwemmen, kunnen we heerlijk de cakejes eten. Eén, twee. Oh, let op, hè? En zo. Meer? Zo, dames en heren. Ik heb me even omgekleed. Ik heb serieus even een outfitje uit Shade's kast gehaald. Want ja, ik heb verder niks bij me. En ik had beloofd om met mijn kleren in het water te springen. Dus ik heb even een wit shirtje aangedaan en een lange broek. Voor de rest nog geen sokken of schoenen. Ook mijn schoenen die zijn helemaal doorweekt. Maar de kinderen vonden het wel lachen. Nou, ondertussen. Virginio zit daar op de bank te chillen. Die zit op de iPad. Die zit Fortnite video's te kijken. Oh, nu niet meer? Wat zit je nu te kijken dan? Oh, Roblox video's. Hij zit nu Roblox video's te kijken. Nee. Giovanni is hier in de keuken. Die is al helemaal klaar, net als ik, om cake te gaan eten. Super lekker. En als het goed is, komt de rest nu van boven helemaal aangekleed. Oh, mooi jurkje. Heel mooi jurkje. En Luciano die is er ook weer bij. En die komt hier ook heen. En dan gaan we met z'n allen lekker een cakeje eten. Waar is die? Ik ga nu lekker te chillen. Hey, Luciano, kom, we gaan een cakeje eten. Ja, kom maar. Laten we eens even kijken hoe de cake eruit ziet. Oeh, lekker hoor. Met chocolade wil je wel iets anders chocolade. Oh, jij gaat ze gewoon meteen verkopen? Ja. Ja, maar dat ziet er goed uit, man. Het ziet er echt heel goed uit. Heb ik gemaakt. Zo, we hebben met z'n allen gemaakt, toch? Ja. Echt super lekker. Nee, ik heb ze. Gaan we zitten? Gaan we eten? Ja, eentje is een beetje donker. Ja. Lekker eten. Oh. Vuur je naar beneden, joh? Ja. Ja, maar jij hebt mijn cakeje. Nee, jij hebt chocola. Nee, jij hebt met chocola. Of niet? Deze. Heb je chocola? Ja, je hebt chocola. Ik heb chocola. Nee, je hebt met chocola. Ja. En wat heb jij? Oh, jij hebt zonder chocola, volgens mij. Ik heb chocola. Wil je zonder chocola? Cake. Cakeje. Oh, lekker, hè? Zo lekker. Mag ik ook een cakeje? Want ik heb als enige geen cakeje. Okay. Zo, ik ga even proeven. Ja. Oh. Als je geen chocola kan, lekker. Heel lekker. Vind jij het cakeje ook lekker? Ja, chocola. Huh? Daar is je cakeje. Wacht, ik wil openmaken. Goed zo, openmaken voor je broertje. Oh, en nu een lekker hapje nemen. Lekker. Chocoladepasta. Ja, dat is echt lekker hoor. Serieus, met die chocolades erin. Goed gemaakt. Hè. Nee, complimenten voor jullie. Dat is niet chocolade. Lekker. Ja, wij hebben nog... Hey, wat gebeurt hier nou? Wij hebben nog wel. Zit je nou achter mijn stuur? Ga je lekker rijden? Ga je lekker roem? Beer mee? Ja. Nou, je hebt mooie sokken aan hoor. Past mooi bij het interieur. Beer. Nou, zoals jullie zien, mama is weer terug. Dus dat betekent dat Marjon en ik bij deze ontslagen zijn. Luciano zit... Nee, jullie zijn het ontslagen. Hé, hey, wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het doen in mijn auto? Hé, hey, Luciano, moet je eens horen. Luciano. Ja? Wat is dat? Kijk, waarom is die ene? En mee. Wat is dit voor auto? Een mammetje. Nee. Hij wil blijven. Luciano wil blijven. Nee. Kijk ze nou met z'n tweeën zitten dan. Met die beer ook, ja.
Super schattig. Ja, cute. En hij noemt jou Ron, hè? Ja, ik kan niet Demi zeggen. Nee, hij noemt jou Ron. 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 Luciano. Luciano. Ja? Wie is dit? Luciano. Wie is dit? En Ron. Nou, in ieder geval, heel even snel vragen aan Samantha. Hoe vind je dat we het gedaan hebben? Ja, goed. Ja, oppassen geslagen? Ja, ze vond het leuk, dus dat is goed, hè? Niemand had de tand door de lip, niemand had een gat in zijn hoofd. Niemand is verdronken. Niemand is verdronken. Helemaal top. We gaan nog heel eventjes een hengeltje uitgooien. Myron gaat mee. Ook Gio gaat mee, Virginio gaat mee, Sheet gaat mee, Don gaat mee. Sluiten we daar de dag mee af. Dat is wel echt toppie. We hebben net nog even snel heerlijk gegeten, even wat sushi naar binnen gewerkt. Dus geslaagde dag weer. Dat was echt heel erg leuk. Oké, okay, let op hè, dames en heren. Kijk, helmpje op. Ja. Helmpje op. Zo, dit bij. Kijk. Waarom is dit zo klein? Goed zo, Bob de Bouwer. Hey, Bob de Bouwer in een Lamborghini. Hey. Hey. Ja, kusje op de baars. 1, 2. En weer terug. Hoppa. Later. Toppie jongens. Toppie. Waar zijn we nou weer beland? IJsselmop. Ze wilde heel graag... Oh, jij weet ook al wat je wil? Smurf. Smurf? Nee, want je bent ook Smurf. Ja, hè? Je bent zelf ook Smurf. Oh ja, ik heb wel een Smurf op. Ja? Mag ik je varen? Ja, moet je horen. Ja. Sorry. Sorry. Wat zei je? Swipe up. Swipe up. Oké, okay, we gaan even lekker ijsje halen. Nee! Gast. Hij heeft toch alweer? Nee joh, kijk dan! Ja, hij heeft een grote. Zo! Gast! Hij heeft alweer een grote, hè? Jij vangt alleen maar grote! Groen! Kijk dan! Oh, nee, hij is eraf. Oh, hij ligt daar nog, hij ligt daar nog. Maar hij gaat weg, hij gaat er vandoor. Maakt niet uit, we hebben gezien. We hebben gezien, ik heb hem op film. Lekker! Zeg, ik ben blij als je er zin in hebt. Ik ben blij. Kom erin, ouwe. Ik ben blij. Hey. We zijn serieus net thuis. En Noël staat voor de deur. Echt perfecte timing. En wie ook net in de building is, is Thijs. I'm back, baby, I'm back. Yes. Hoe is het leven? I'm good, how are you? Ja, yeah? I'm good. Good. Thijs. Zijn we laatst nog langs geweest met Cody, de puppy. Die ondertussen niet helemaal meer een puppy is. Want dat groeit als kool. Dat is niet normaal. Net zoals Malino, een half jaar oud. Maar die komt al bijna tot je heup. Dus echt bizar. Maar goed, morgen naar Oostenrijk. En ik neem een paar vrienden van me mee. Myron, ik, Thijs, Noël. En morgen de vijfde. Even kijken of Noël het kan vinden. En je koffer, man, je koffer. Kom je echt wonderlijk over zo. Oh ja. Holy shit. Nou, Noël gaat ook mee op vakantie. En je koffer, man. Alles goed? Ja, maar ja. Ja, man, lekker. Nou, dat is Noël dus. Die deur kan toch niet zomaar openstaan? Ik heb nog nooit iemand zo hard zien schrikken. Wauw. We zijn nog even lekker pizzaatje aan het eten. En ik heb net eventjes een hoesje gegeven aan Thijs voor zijn telefoon. Helemaal swagged out met Squirtle. Yes sir. Super nice. Maar Thijs is een van de mensen die gewoon al vanaf het begin van mijn YouTube erbij is. En me nooit in de steek heeft gelaten. Dus ik heb een klein leuk cadeautje voor Thijs. Yes. Staat hier. Kijk. Moet ik hem omdraaien? Ja. Wauw, zo hard kan je, of niet? Ja. Deze is clean, man. Deze is heel clean, hè? Deze is echt clean. Deze is mooi, man. Ik had die net nog met jou over, deze oil paint effect. Ik zei net nog tegen hem zo'n bepaald effect waar hij net aan vroeg. Precies dit, man. Nice. Ja, ik had zoiets van, ja, weet je, jij best wel een nette kamer en alles gewoon goed voor elkaar en zo. Ja, en dan is dit is gewoon helemaal, gewoon, ja, clean.
Echt zo. Ja, dus die Kanye, alsjeblieft, bro. Ik ga hem naast mijn andere Kanye vier zetten. En kijk, ik vind het ook tof dat... kijk, ik heb hier zo met dat lampje dan zo omhoog. Zo. Dat is ook top, hè? Echt vet. Dankjewel. Ja, geen probleem. Fijn mee. Alsjeblieft. Goeie vibes. Dames en heren, ik ga nog even een pizza opeten. En dan gaan we lekker met een volle maag slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet er niet een blauw duimpje omhoog te doen. Al helemaal. Even een blauw duimpje omhoog doen als je wil dat Marjan en ik weer een keertje voor een dagje papa en mama gaan spelen. Ik vond het oprecht heel erg leuk. Serieus. En ik heb meer energie over dan ik had gedacht. Dus helemaal top. Shoutout naar jullie allemaal. Thanks. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check ik jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol, power!